gebruiken die heel eenvoudige microben om genetica te begrijpen, niet alleen bij digisten, maar ook bij menselijke cellen. Het is een heel goed modelsysteem. Maar belangrijker en interessanter voor de meeste mensen en studenten is dat gisten ook bier maken. En dat is eigenlijk de kapstok die we gebruiken, dat bier, om zowel studenten als het bredere publiek eigenlijk heel zware wetenschap bij te brengen, want er komt heel wat bij kijken om zo'n pintje te maken. En waarom doet u dat? Waarom laat u mensen van wetenschap proeven door middel van bier? Dat is de aard van het beestje. Ik heb altijd graag lesgegeven en dingen uitgelegd. Ik vind het belangrijk dat mensen weten hoe dingen werken en de basis begrijpen. En ja, bier is daar een ideale kapstok voor, dus voilà. Dan bent u blij of gaat u er iets aan drinken in deze vertelling? Daar moeten we inderdaad een pintje op gaan drinken straks, dat is sowieso het geval.